Ik denk dat het een, het is natuurlijk een literaire roman, maar voor mij is het in eerste instantie ook een, uh, hoe zeg je dat, een roes is het denk ik. Een roes? Een roes, ja. Zo, zo, zo heb ik het willen schrijven en zo zie ik het nog steeds wel, ja. En wat bedoel je precies met een roes? Nou, een roes is hetgeen wat heel goed bij carnaval past en wat ook goed bij de, bij de geestelijke toestand van de hoofdpersoon uh, past, waar hij in, in, uh, in, in verzeild raakt in die... Op die ene nacht. En, en, en ik heb dat tempo aan willen houden. En ik heb het drinktempo aan willen houden. In de tekst. Want die man die drinkt behoorlijk. En ook, en ook het geestelijk heen en weer springen van, van zijn gedachten. Van of hij zit in het verleden of hij zit in het nu. En het werkt, het werkt heel erg op de associatie. De ene zin zit hij met zijn kinderen thuis. De andere zin staat hij aan de bar. Eh, en kijkt hij weer om zich heen. En dat wordt constant gelinkt. En dat bedoel ik eigenlijk met een roes. Misschien moet je heel even iets over de inhoud van het boek ja, zeggen. Ja, dat, dat, dat verduidelijkt het uh, iets. Uh, de hoofdpersoon komt in Venlo terecht op Vaste En Vaste is het Limburgs Carnaval. En dat is één avond van het carnaval? Dat is, is dat een... Ja, dat, dat zijn tegenwoordig in Venlo al vier avonden. Want de zaterdag is erbij getrokken. Officieel begint het carnaval op zondag, zondagochtend. En dan de maandag. Met de grote optocht, dinsdag de Boerenbruiloft. En dan woensdag is het einde op Aswoensdag. En dan gaan wij, ik ga daar ieder jaar naartoe vanuit Amsterdam. Op woensdag gaan we, gaan we weer terug. Dus het zijn eigenlijk een paar, meestal beginnen we op zaterdag al. Dus het zijn voor ons vier uh, nachten. En het boek is één nacht op de maandag, want de optocht is net geweest. En die, en die jongen die staat daar, die heeft, uh, die heeft het vroeger in Brabant wel gevierd. Want hij komt oorspronkelijk uit het rivierengebied in Brabant, waar ik natuurlijk ook. Vandaan komt en hij, uh, hij is met zijn oom mee. Die oom is die al lang kwijtgeraakt en hij wil op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar weg, alleen nog maar weer terug naar zijn gezin. Gezinssituatie is heel belangrijk. Hij is een oude vriendin, is hij weer tegengekomen na heel veel jaren en die blijkt vier kinderen te hebben die nogal wat zorg nodig hebben, want die jongste twee is een tweeling, twee meisjes, Helen en Nettie, en die zijn doof en blind. Die zijn inmiddels een jaar of zes, zeven denk ik. Staat er niet ongeveer. En die, die hebben heel veel zorg nodig. En die hoofdpersoon die heeft zich aangesloten bij dat gezin. Uit verliefdheid, maar ook uit een soort uh, altruïsme misschien wel. En uh, daar overschat hij zich nogal in. En dan komt hij tijdens die vaste nacht komt hij daar zo langzaamaan, een stukje bij beetje, komt hij erachter. En wat uh, maakte dat je voor dit decor koos voor die avond of die vaste lavend, oh, dat... zeg je hè? Ja, vaste lavend, ja. ja. Ik heb het, ja, ik, ik kom daar nu al zes jaar. Ik heb vroeger in Brabant veel carnaval gevierd, dat vond ik echt fantastisch. Want dat hoorde kom... echt bij jouw cultuur thuis vroeger. Nee, helemaal niet, want ik kom uit de, 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 half gereformeerde, half hervormde hoek, helemaal in het noorden van Brabant en dat, dat was kleigrond. <coughs> en er waren geen katholieken. En we moesten met een pontje naar de dat overkant. Zijn, dat, dat zijn de sombere katholieken? Ja, dat zijn sombere protestanten in feite. En die, ja, die hadden geen carnaval, er werd nergens gevierd. In het dorp bij ons wel, er was een soort jeugdsoos en daar hadden we op vrijdag altijd carnaval. En dat deden we expres omdat we dan op zaterdag en zondag en maandag en dinsdag konden we Brabant in. En we gingen daar echt wel heel fanatiek daar heen. We huurden complete touringkarren af met chauffeur. En dan gingen we met, het, met de mensen uit het dorp die echt fanatiek waren wel carnaval vieren. Maar dat was natuurlijk Brabants carnaval. Dat betekent dat je met een, met een boerenkiel, ik had altijd een, een, een geel-bruin gestreepte pyjama. Mijn moeder had een, een, een washandje aan de binnenkant erin gemaakt, waar dan de muntjes in konden en wat geld. En ook een pakje cheque had ik toen altijd nog. En dat was het eigenlijk. En daar had je dan een, een peetje op. Dat was, was eigenlijk een, en de meesten liepen in een boerenkiel of met een sjaal om. Je klinkt alsof je daar dierbare herinneringen hebt. Ja, natuurlijk. Ja, die, die, die dat ontsnappen... Wat toen natuurlijk hetzelfde is als wat ik nu in Venlo ieder jaar doe, dat, 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 dat is hetzelfde. Het ontsnappen aan alles wat er normaal gesproken is, werk of studie of, of thuis situatie, dat, dat bestaat op zo'n moment niet meer. En dan ook in een hele extreme vorm. Het is niet eventjes s'avonds naar een café gaan en dan weer terug naar huis gaan. Dat was toen in Brabant wel. Maar nu, nu is het in Venlo echt vier dagen lang weg. Er is geen, uh, we, we volgen niet het, uh, het nieuws meer. De kranten zien we niet. Er is geen journaal. Het bestaat allemaal een, niet. Meer. Het is een totale doorbreking van. Volledig anders, ja. Het gewone dwingende regime. Ja, ja. Van het dagelijks leven. Ja. En je hebt dat in je jeugd gedaan. Je hebt daar dierbare herinneringen aan, zeg je. Ja. En je hebt dat ook weer opgepakt later in je leven elders? Ja, want ik woon al 21 jaar in Amsterdam. Dat is meer dan de helft van mijn leven. En, en, en ik ben zes jaar geleden voor het eerst met een vriendengroep naar Venlo gegaan. Die zeiden van ja, wij gaan daar ieder jaar naartoe. Zij deden dat al een paar jaar. En ik zei nou, ik ga wel een keer mee. Dat wil ik wel wil ik weer een keer zien. Op zoek naar ja, Hetzelfde carnaval, maar ik, ik kende het Limburgse carnaval, die vaste avond die kende ik nog niet. Maar er is een verschil is het... tussen Brabants en Limburgs carnaval. Want ik, ja, het is een, ik is weet een er... heel belangrijk verschil. Er zijn een paar verschillen. In Limburg is het veel meer, uh, ja, is echt bijna alles uh, buiten. Overal staan blaaskapelletjes te spelen. En die spelen voornamelijk lokale muziek. Ieder stadje en ieder dorpje zelfs heeft eigen liedjes. Er was laatst een liedjesconcours in Grubbenvorst, Dat is een heel klein plaatsje, vlakbij Venlo. En je zou zeggen: nou in Venlo is er komende zaterdag, dat is de 29e oktober, zaterdag hebben. Dan is er in Venlo de, de grote liedjesavond. Dan worden er worden de elf nieuwe liedjes gepresenteerd. Voor het komende carnaval? Voor het komende carnaval. Dus wordt, ieder jaar worden nieuwe liedjes geschreven. Oude liedjes worden in ere gehouden door de blaaskapellen op straat. Dus die, die liedcultuur die is heel levendig en ook heel dominant. Want de liedjes die in Maastricht of in Helen of in, in Sittard gemaakt worden, nou, daar hoor je er een enkele van in Venlo, maar heel weinig. Dus mensen houden heel erg vast aan de lokale uh, cultuur. En, ja, en, en de uitdossing is, is, is veel extremer, niet zozeer, maar het is veel, veel mooier. Mensen zijn echt volledig uh, opgetuigd. En dat is, in, in Brabant kom je nog wel weg met zo'n touwtje met overhandschoenen draaien, dat is dan nog wel iets. En je, en je zag altijd heel veel mensen lopen met, met een speen hmm. uh, om de nek, een fles met een speen, dan bier in zat. Als een soort gimmick of zo. Nou, dat, dat kan in Venlo, uh, dat zie je niet. Het kan ook niet. Het, waar, kan waar, waar wel, het kan wel, maar het, het steekt zo rullig af. En, en mensen hebben hele grote hoeden, pruiken op en, en echt vooral, een, nou, wat wij ieder jaar ook wel proberen met mijn Amsterdamse groepje, we worden in Venlo Den Amsterdammers genoemd inmiddels. Wij willen ook wel een beetje goed voor de dag komen. Dus we zijn al maanden met een pak bezig. En we proberen vooral een goed verhaal te hebben. Zodat we op het moment zelf, in die, tijdens die dagen, op het feest, dat we ook iets kunnen doen. En wat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld van een goed verhaal? Ja, het is bijna een soort act of zo. De manier waarop je gedraagt een combinatie met kleding. Ja, we hebben een kleding. Twee jaar terug waren we Lappen, uh, Lapland, dus met heel veel bond. En dat was met, met blauw erbij en dat was een vrij goed pak met mondmutsen en dan hadden we weer een ander verhaal erbij. En dat werd meer een soort act of zo, dat we, dus als je dan iemand tegenkomt die weer een, uh, een ridder is, dan heb je daar wel weer, je zoekt heel erg, erg op de associatie ook aanknopingspunten en, en er gebeurt wel van alles. En in Brabant is het toch, is iets platter, is iets, iets meer alleen maar zuipen, uh, 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 vrouwen dat gebeurt in Venlo natuurlijk ook. Maar binnen de tradities van, van de liedjes en van de uitdossingen en van de muziek op straat. Het is toch allemaal veel meer ingekaderd. En nu, nu nog even terug naar mijn vraag: he, waarom dit decor voor dit uh, uh, roezige verhaal? Ja, nou, ik hou erg van situaties waarin uh, alle mensen in, op één plaats met hetzelfde bezig zijn. Kijk, maar morgen zijn we in uh, Pamplona. Dan gaat die jongen naar de stieren rennen toe, die bokser. Een en, andere roman van dat is, jou. Dat is mijn vierde roman. En heb je toch eenmaal, als Pamplona nadert, dan, dan voelen ze wel, die twee mannen, want hij rijdt met iemand anders mee, dan voelen ze wel van nou, iedereen is nu met dit gegeven bezig. Straks, dan gaan die stieren los. En dan, en dan staan we daar. En dat is met Carnaval uh, ook. Hou je als auteur? Ja, van, als, van, of, of als mens? Ja, of alle, is daar allebei geen... wel. Allebei okay. wel. Ik vind het heel erg fijn dat er vorig jaar met de WK-finale, dan is iedereen in Amsterdam daarmee bezig. En er zijn vast ook wel mensen die er niet mee bezig zijn. Maar die, die, die zie je niet. Die, zitten, die, die moet je echt zoeken. Die, 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 die bestaan eigenlijk ook niet. En dat is met de Venlose vaste avond ook, als er mensen. ja, er zijn in Venlo ook mensen die geen kan, vieren natuurlijk. Maar die tellen niet mee. En die kunnen ook niet naar de winkel. Want alle winkels zijn wel dicht. En, en, en de gyomaat is op een gegeven moment leeg, omdat het gewoon druk is en heel veel geld kost. En, en dat heeft heel veel. Ja, het heeft effect op je hele samenleving en op, en op iedereen die, die daar is. En dat steekt als schrijver vind ik dat mooi, omdat het erg afsteekt. Tegen, tegen een jongen die nogal in een emotionele crisis zit met zijn thuissituatie. Dus die, die twee, die, die kan. Ja, dat is een technisch iets, maar die kan ik tegen elkaar afzetten en ook weer vermengen. En de associaties gebruiken. Ja. Mag ik nog één stapje terug. Ja, uh, uh, heb je een verklaring voor jouw fascinatie voor, voor dat? Die collectieve beleving, als ik het zo mag noemen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het voelt prettig op een of andere manier. Maar schuilt daar, dat... daar ook uh, de, de, ont, de, de, de aantrekkingskracht van de ontregeling in? Of? Ja, dat denk ik wel. Vind ik altijd wel fijn. En, is maar, maar, maar Is ook, de anarchist in jou die... Nou, anarchist en tegelijkertijd een soort van uh, binding met de mensen. Het en, en oh, is, is een gevoel is, van samen. Het is een gevoel van samen zijn, ja. Kijk, zo die beelden van het Museumplein waar dan zoveel duizenden mensen staan voor het Nederlands elftal, dat vind ik heel prettig. Maar als ze daar staan, omdat Ajax kampioen is geworden, vind ik het niet prettig. Want dan is het weer, dat vind ik wel leuk voor Ajax. Maar dat is, ik ben FC Den Bosch reporter, dus dan, is het, dan valt het toch weer anders, omdat het meer een plaatselijk gebeuren dan is. En, en die gradaties, die vind ik, die vind ik wel interessant. Kijk, er wordt, wordt, verder in Nederland wordt er op dat moment geen feest gevierd. Dus is, is de stemming juist heel anders. En dat, 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 is met, uh, ja. dat bevalt me met het carnaval heel sterk. Dat iedereen heeft goede zin en iedereen is op een goede manier met dat feest bezig. En iedereen maar is, wil... is het dan is het, het feest of de vrolijkheid of de saamhorigheid? Ja, of, of is het veiligheid? Volledig de combinatie. Het is, het is niet de veiligheid, het is niet de beslotenheid. Omdat juist alles open is. En omdat ook het contact met de mensen heel erg open is op zo'n moment. Normaal is het, is het helemaal niet zo makkelijk om contact te leggen met mensen. Het gaat me volgens mij wel goed af, maar op zo'n moment tijdens de vastavond, is er alleen maar contact. Omdat het contact misschien wel voor, voor een derde het hele feest uh, maakt. Is het, is, is het uh, uh, vastavond ook? Is het een metafoor, wellicht ook? Nou, ja, nee, dat zo heb ik het niet zo gezien. Nee. Het is, nou ja, het is meer, het is een decor, het is ook wel een, een decor waar ik wel heel veel aan op kan hangen. Maar ik, het is niet echt een metafoor als een vergelijking of zo, dat, dat is het niet. Oké, okay. ja. nou ik, ik, ik kwam erop via het verkleden, via de ja. gedaanteverandering, via de... Ja, dat vind ik wel heel prettig om te beschrijven en ook heel leuk om te laten zien hoe dat in Venlo, uh, hoe, hoe dat gaat en hoe mensen ook in die, in die rol zitten. Maar het is niet een. een uh, kijk, in The Lord of the Rings is ook iedereen. Uh, uh, loopt ook geen boekhouder rond. Maar dat is meer een, een soort een wereld die op zich geschapen wordt. En, en maar dat is ik, dit, ik ik beschouw, bijna ook, toch? Ja, maar ik beschouw die vastelavond wel als een, als een, als een, als een volledig, als een uh, wer, werkelijkheid. Het is heel belangrijk dat, dat het juist. mensen zijn wel verkleed, maar. Die, die rol die er is, dat is echt de werkelijkheid. Want daar kun je op zo'n moment niet meer omheen. En als ik daar vorig jaar stonden, we daar als uh, Prussische ponyfluisteraars. En dan waren we dat ook echt. Mensen zagen dat misschien niet allemaal, maar dat was wel wat wij op dat moment gingen doen. In het boek zit een scène waarin uh, er staat er, uh, een taxi en er moeten een aantal opgetuigde kerstbomen in die taxi. En dat gebeurt op dat moment ook. Dat zijn geen mensen verkleed als kerstbomen die in de taxi gaan... Maar dat zijn natuurlijk ook echt kerstbomen. En 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 iedereen die dat ziet, die zal dat zo benoemen. Die ja en de rol die gespeeld wordt <laughs> is belangrijker dan 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 de mens die daarachter zit en wat voor werk die doet of dat die misschien hockey speelt of voetballen. Dat maakt dan op zo'n moment allemaal niet meer uit. Je, je klinkt bijna alsof je een antropologische interesse. Ja, daar voor er, het ook, hebt. Ja, dat is het. Is denk ik ook. Ik ik heb ik ben ik ben socioloog, dus eigenlijk een soort... Van huis uit. Ja, ik heb dat gestudeerd. Ik heb verder nooit zoveel... Ik ben er niet op gepromoveerd, dus ook niet in verder gegaan. Ik heb altijd in theater gewerkt. Ook, ook een soort wel creatieve hoek, maar ook wel... Uh, is het wel heel goed in te gebruiken, uh, sociologie, de, ja, hoe mensen samenleven. En dat vind ik altijd interessant. En op zo'n moment leven mensen intenser samen... Veel contact met elkaar en ook in een hele andere rol tijdens carnaval. En dat, dat, dat vind ik eigenlijk ook mooi. Is dat een fenomeen dat, dat in al je uh, werk zit? Nou, om, om de roman zo ongeveer. Om de roman? Ja, dat heb ik laatst eens uitgezocht, misdrijf bekeken. En, in mijn, mijn tweede roman speelt in een dorpje in Brabant op de kermis, waar eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dan is toch wel iedereen in dat dorp is daarmee bezig dat, dat daar de kermis komt. En er zijn een paar jongens die met auto's. ...bezig zijn, opgevoerde auto's... ...en heeft iemand bij de kermis, bij de kermis heeft ook zo'n auto. Nou, dan heb ik al snel wel een verhaal. En, en zo'n kermis is natuurlijk wel... Een soort, ...ook een soort uitspatting. Het is iets gecontroleerder... ...en iets, iets, iets eenvoudiger ook. Maar ja, als daar s'avonds in de feesttent... ...een bandje speelt, dan gaat toch iedereen wel uh, los. En die, dan komen, komen ze ook wel in een soort roes. En dan worden dus onderlinge verhoudingen... ...worden ook heel scherp... Uh, ...scherp gemaakt. En Pamplona, dat is mijn vierde roman er gebeurt ook hetzelfde. En dit is mijn zesde, dus vandaar... En wat zit er dan in die anderen die daartussen zitten? Dat zijn wat meer uh, liefdesverhalen, denk ik. Ja. Maar de liefde Derde. is hier ook... Uh, uh, ja, het speelt altijd natuurlijk. Bela ja. Belangrijk. Ja. Uh, maar, maar dan... Uh, in mijn beleving meer... meer uh, ge gefocust... op trouw als... Ja. belangrijk element in een... liefdesrelatie die... Misschien wel helemaal geen liefdesrelaties, ik weet het niet. Ja, dat, dat weet de jongen zelf ook niet, en, uh, en dat, uh, dat probeert hij uh, duidelijk te krijgen. Hoe, hoe staat hij daarin? Hij, uh, hij zorgt voor, die, voor zijn kinderen, die niet zijn eigen kinderen zijn. Maar de, de, de vader die is hem op een gegeven moment gesmeerd, omdat hij ook wel zag van, nou, uh, die, die twee, die tweeling, daar is iets mee, en die bleken ook doof en blind te zijn. Dus die, uh, die hield het voor gezien. Hoe, hoe ontstaat zo'n personage? Oh dat personage, ja ik, 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 ik kijk graag naar Oprah Winfrey en daar heb ik een keer een man gezien die, die had dan een drieling die doof en blind was en dat vond ik iets te veel van het goede dus ik heb er een tweeling van gemaakt en die zat daar met zijn vrouw uh, op, op die bank en, en gedurende dat, dat 50 minuten of een uur zag je hem veranderen omdat hij op een gegeven moment besefte van ik wil dit helemaal niet bij dat, voor dat gezin zorgen. Die vrouw die had het zo'n beetje opgegeven en hij deed heel veel. Hij werkte de hele dag en s'avonds en s nachts was hij weer. Dus die man die was compleet uh, overwerkt. Die was emotioneel ook helemaal, uh, helemaal gaar. Uh, en die wilde wel. En hij, wat ik belangrijk vond, hij, je, je zag hem op een gegeven moment denken, dat wat, wat krijg ik er eigenlijk voor terug voor wat ik doe? En dat is in het boek een belangrijk uh, gegeven geworden. En dat is ook een gegeven wat bij de vaste avond heel belangrijk is. Dat je iets, ge iets geeft aan het feest en dat je daardoor, als je go een goede, goede rol hebt of een goede positie erin hebt, fijne positie, dat je ook het feest weer terugkrijgt. Anders is het niet vol te houden. En voor die man in het gezin is het ook niet vol te houden als hij, als hij het gevoel heeft van ik geef mezelf helemaal. Maar ik, ik word een beetje als een, als een bediende en als een, als een hulpverlener gebruikt in feite. Want de, de, die, die grens is natuurlijk heel vaag. En het ene moment wil hij terug naar het gezin, het andere moment. Wil hij er niks meer mee te maken hebben. En een volgend biertje dan, dan wil die weer bij zijn kinderen zijn. En dan wil die ze aanraken, wil die weer uh, daarbij horen. Ja. Ja, is, is het zo dat je als schrijver uh, uh, wijd open staat voor dit soort. Dat jij als schrijver wijd open staat voor dit soort impulsen? Want ik, 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 voor ik, dat soort verhalen zeker. Ja, Want ik ja, moet dus denken ik. aan Pamplona, kort de ja. titel, even onheerbierig af, ja. da daar gaat het over uh, een bokser. Ja. Ja, die, 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 die bokser die, die heeft ook zo'n zo soort verhaal. Die, die wordt eigenlijk verliefd op een vrouw die hem misschien wel misbruikt op een bepaalde manier. En die, hij zoekt een soort geborgenheid bij haar. En seks natuurlijk ook. En, 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 en hij wil eigenlijk het liefst een, een, een veilige situatie krijgen. En ja, zij, heeft andere, ik... zij heeft andere motieven. En, ik vraag het. Ik ja. vraag het. Uh... Uh, ...omdat om als je er van een afstand naar kijkt... ...het mm -hmm. lijkt alsof die personages zo ver uh, afstaan van een intellectueel zoals jij uh, oh, bent. Ja. Er is een straatmaker, er is een bokser, er ja, maar dat zijn, zijn de... autoknutselaars. Is... Het is het echt ja. leven, dat, dat, natuurlijk. Ja, maar daar ben ik zelf veel meer dan een intellectueel. Ik, 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 ik kan wel nadenken over iets wat ik op televisie zie of een boek dat ik lees... ...maar dat zie ik als iets, als iets dagelijks... En ik weet hoe het is. Met wat bedoel je met? Ik, ik, ik zie dat als iets dagelijks. Nou, iets wat ik dagelijks doe. Het, het is niet. ja, de schrijven is natuurlijk wel mijn werk geworden. Maar ik weet ook hoe het is om aan straat te maken te werken, een hele zomer lang. En ik heb gebouw gewerkt, dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb bij proefdieren gewerkt, waar mijn derde boek uh, over gaat. Dus ik ken die situaties van binnenuit. Ik heb nooit zelf gebokst, dat niet. Maar ik heb me wel er erg in verdiept. En ik ga nog steeds heel graag naar bokstoernooien kijken, naar bokschala's. Ja, dat, is, dat blijft interessant. En ik vind die figuren die vind ik veel interessanter dan een intellectueel, die. die ja, er zijn heel veel boeken, hoogleraar krijgt een, een, een jeugdige vriendin en er gaat iets mis. En wat gebeurt er dan met zijn leven? En het, ja, daar, heb ik, daar heb ik niks mee. Ik vind dat heel moeilijk om dat invoelbaar te maken. Om, om intellect, intellect, als het heel dik erbovenop ligt, ja, hoe, hoe, hoe krijg je het dan weer menselijk? Daar, is een, daar, daar moet je echt iets voor doen. En ik denk dat die, dat die deze jongen in dit boek, <coughs> sorry die, die heeft wel een gymnasium gedaan. Die, die kan wel leren, maar hij heeft het meer gebruikt als een manier om te ontsnappen aan zijn thuissituatie van vroeger van een binnenvaartschip. En dat en hoe, hoe, is, dat hoe, is hoe, ook een. <coughs> Zo'n schip bijvoorbeeld, jouw uh, fantasie binnen gevaren? Ja, ja, letterlijk wel. Ik vind dat, dat, een schip is natuurlijk een geïsoleerde situatie op het water, op de rivier. En, en een vrij doodse situatie ook. Heel saai. Ik heb, ik heb ooit eens één dag met een schip ben ik meegevaren van waar ik opgegroeid ben naar Dodewaard. Dan moesten we zand gaan halen, ben ik meegegaan. Ja, dat duurde heel lang zo'n dag. En ook weer terug. En ik heb dat schip ook bestuurd en ik was toen in de jaren 15, 16 en die man die zegt gewoon wilde ga je even varen. Ik zeg nou dat is goed. Zo simpel is het. Je, ik heb geen rijbewijs, maar zo'n boot van 80 meter dat is eigenlijk vrij goed te doen. Zomaar opeens. Het is ook heel eng, het is erg tegenaanvaard. Er dan kom je op het journaal natuurlijk. Maar ja, ik vind die situatie mooi. Het is geïsoleerd en ik kan me voorstellen dat iemand die daar is opgegroeid. Ja, daar wel een of ander, het een en ander mee te stellen heeft. En als, je, en als je er dan van de literaire kant naar kijkt, is het, is het dan een tegenstelling bij, bij, het, bij het lawaai en het rumoer van de vastelavond? Ja, ook dat. En vooral de tegenstelling van fysiek, het, het contact wat er is sowieso, maar vooral de aanraking. Dat is op, in die situatie op het schip waar hij zat met zijn vader en zijn moeder. Kijk, het is zo dat als de schipper aan het roer staat, zijn vader, dan was zijn moeder beneden kopjes koffie aan het maken. Dus die, die, die zijn wel altijd samen, maar ook heel erg in een, in een eigen rol en heel erg ver van elkaar af in feite. En ze dus namen bijna niet de tijd om, ja, om eens een keer... Schippers gaan ook nooit een weekend weg of zo. Ze zitten altijd maar op dat schip. Dan staat altijd een auto achterop, dat heb ik heel veel gezien. En, maar die wordt allemaal gebruikt, die, die nemen ze dan wel mee... Maar die gebruiken ze niet om bijvoorbeeld naar Frankrijk op vakantie te gaan. Ja. En dat is, dat is met, met carnaval is dat precies andersom. Er is heel veel fysiek contact. Altijd als je met iemand zit te praten, ligt er wel een schouder of een, 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 een arm om je schouder heen. ...of er Heel veel aanraking. Is. En dan zijn er nog opvallend veel vogels in dit boek. Ja. De, 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 het, het symbool van de Venloze Vaste Lavendt van Jokus is, is de carnavalsvereniging. Dat is een, uh, is een haan, dat moet ik wel goed zeggen. Het is, het is een haan, de jokershaan. Jokes staat voor Juks en dat is afgeleid van het Latijn. Iocus is een soort grap of scherts of lolligheid of plezier. En Juks is dan weer plezier. En, en die Juksige Haan is dan de carnavalshaan die het plezier kon brengen. Ze hebben vlaggen die zijn rood, geel, blauw en daar staat die haan op. En als wij met ons Amsterdamse groepje zeggen tegen die mensen: van de, dat is die, daar heb je weer die Roemeense vlag met die kip erop. dan daar krijgen we altijd wel uh, scherpe reacties op. Mensen zijn soms beledigd, soms vinden ze het wel leuk. Ja. Maar staan die vogels die, ergens voor? In, in... Nee, het is meer. Hij, op het schip had hij ook altijd vogels om zich heen. Helemaal los daarvan. De meeuwen die meevlogen. En. Uh, ja, en het is natuurlijk ook een, een, een vorm van verkleden. Die jongen verandert in mijn boek op een gegeven moment van een veerman in een kraanvogel. Alleen maar omdat hij een ander petje opzet. En omdat hij de associatie heeft met kraanvogels. Er zit iemand in die heeft ze in Oeganda zien vliegen. In Oeganda zijn de vogels die in de Oeganda zitten in één deel van het jaar, die zitten dan in de, ik denk in de zomer hier. En in de winter daar, dat zal het wel zijn. Maar die zijn van Afrika hier naartoe getrokken. De vader van de kinderen die uh, er is een donkere man die weer weg is gegaan en die ook hier is gekomen. Het is geen Afrikaan, maar een Amerikaan. Dus er zijn heel veel verbanden te leggen met die, met die vogels. En ik kwam dat grote vogelboek in kleur op een gegeven moment tegen thuis. En op de allerlaatste pagina staat de raaf. En in Venlo is er een, een soort een duister, vaste lavensgenootschap. En die jongens die noemen zich de natte raaf. Ze hebben een eigen mythe bedacht, die hebben een lied geschreven. Die hebben organiseren ieder jaar een bal maske van de Nataraaf. En een soort duister figuur. En die stond ook precies op de laatste pagina in dat boek. En daar stonden weer citaten in die aansluiten bij mijn karakter. Die, die associatie die klopt bijna altijd. Ik, kan dat, ik kon dat vogelboek openslaan. Willekeurige bladzijde bij, bij een mus of, of een pakiet, maakt niet uit. Er stond altijd wel een zinnetje in die bij mijn boek weer zou, uh, zou passen. Ja. En dan nog even over die roesigheid. De, de, wat ik een ontzettend sp spannend spel vind in dit boek, is de, wat ik een gedurfd spel vind, is um, dat je mij meesleept in een gedachtegang die echt van links naar rechts en uh, van boven naar beneden hotsen botst. Ja. Uh, het zijn, hè, als, je, als je denkt in een filmmontage, zijn keiharde ja. lassen, zijn echte jumpcuts Hard geknipt, ja. Ja, ja dat klopt. Ja, zo, zo springt het ook. Uh, ja, dat is wat ik zelf ken van het feest. Het springt heel snel heen en weer. Het feest zelf, je stem. Of het, of het... Nou, mijn stem verdwijnt op een gegeven moment. Nee, nee je stem maar je stemming. Of je... stemming, ja. Oké, okay, sorry. Nee, ja, die, nou, de stemming blijft wel ongeveer hetzelfde. Maar de gedachten schieten alle kanten op. Om de, omdat er zoveel om je heen gebeurt tijdens Vaste is want is, ja, je, je ziet heel veel, er dus zijn heel veel kleuren en ook heel veel karakters. En dat moet je wel in je op blijven nemen en blijven benoemen om het vol te kunnen houden, want anders dan lukt het niet. Dus de, de situatie moet je steeds als werkelijkheid zien en ook in je hoofd helder zien te krijgen. Maar dat gaat zover dat het, ja, je kunt niet volledig vergeten wie je bent en dat wil je misschien wel, maar soms dan denk je ook weer aan, aan thuis terug. En het zijn gevaarlijke gedachten, want die kun je juist weer uit het feest trekken. En hoe meer je daar tegen vecht, uh, hoe vaker dat natuurlijk weer terugkomt. En het valt ook niet echt tegen te vechten. Dus dat moet je maar laten, laten gebeuren. Nou, als het gebeurt, ja dan is het niet echt. Dan schiet het. Vorig jaar had ik op een gegeven moment het, het vertrouwen dat ik vanzelf wel weer terug kon komen in die vaste lavos-sfeer. En dat gebeurde dan ook. En dan had ik een mooi ritme te pakken. En dat heb ik ook geprobeerd in het boek te, te brengen. Het schiet echt van, de ene, van, de ene, van het ene beeld naar het andere. En dan zie ik schrijven ook als een soort ja, veel meer een beeldende kunst dan, dan een kunst met woorden of met uitdrukken. Ik ben niet iemand die die moeilijke constructies maakt of die, die, die verbanden legt die heel ingewikkeld zijn. Het gaat mij om verbanden in, in beelden. En dat, en dat kon bij dit boek, kon ik dat ook heel goed uh, gebruiken. Ja. Het gaat om verbanden in beelden, zeg je? Nou ja, als ik, zoals met die vogels. Als, als, als die natraaf uh, tijdens het feest uh, voorbij komt, dus gewoon een raaf die daar loopt. Ik weet wat ze doen, ik weet welk liedje ze zingen, maar die raaf die ken ik van vroeger ook wel weer. En dan was het dan toevallig een kraai. Die door De hoofdpersoon die zegt die kraai, die werd door zijn moeder van de reling van het schip weggejaagd met een bezem die jongen is ook van het schip... weggejaagd. En dat, dat zijn niet echt... symbolen of metaforen, maar dat zijn echt... beelden, ja. Dat zijn, dat zijn beelden met, met... kleur en met, waar ook een actie in... zit. En... en dat kan de, ja, ik hoop dat de lezer het kan... invullen, dat die... in zijn hoofd op een gegeven moment wel aan de gang gaat van... wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En ik heb al verschillende mensen... gehoord die zeiden van, ik moet het misschien... nog een keer lezen, want dan... zie ik nog meer verbanden. Ik, ik plaats die... Ik leg die verband natuurlijk wel zelf als schrijver, maar ik, ik geef wel de lezer de ruimte om, ze, om ze te maken. Als, ik, ik lees de laatste tijd veel afschuwelijke boeken waarin de schrijver dat allemaal invult. En, en dat, 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 In ja, de Nederlandse literatuur zeggen. bedoel je? Ja, Engelse literatuur veel, Amerikaanse literatuur ook veel, bepaalde Amerikanen. En daar heeft de lezer heeft daar geen ruimte, omdat de schrijver zo dominant is die dat allemaal al, al vertelt. En dat, de schrijver en dan, moet niet zo dominant zijn in jouw plek? Nou, dat mag, dan mag natuurlijk iedere schrijver voor zichzelf uh, weten. Maar als ik het lees, dan voel ik me, dan voel ik me echt uh, tekort gedaan als lezer. Want ik kan dat zelf natuurlijk ook wel verzinnen. En ik vind dat de schrijver op dat moment wel iets heel moois heeft bedacht, maar niet de moeite heeft genomen om het... ...om het qua gevoelslaag echt overdrachtelijk te krijgen. Want dat, dat is wat er dan niet gebeurt. Het gaat vooral op een, op een rationeel niveau worden... ...wordt informatie overgebracht. En, dat, en dan denk ik als ik het lees... ...nou, dat is fijn, dan weet ik het. Maar als, als de lezer aan de gang moet... ...dan hoop ik natuurlijk dat die het ook voelt. En dat ook de emotionele uitwerking... ...die, mijn, uh, die ik die hoofdpersoon laat meemaken... ...dat daar dat de lezer op gevoelsniveau wel iets van meekrijgt. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Is het, uh, komt het schrijven voornamelijk uit de fantasie voort? Of, of schrijf je ook over je eigen leven? Ja, het is heel, het is heel persoonlijk wel. Met de fantasie die... die uh... Ja, fantasie is altijd heel moeilijk... omdat het, dat het in dit kader van de vaste laaf... Het is, het, is het wat vreemd om te zeggen... maar fantasie, dat, gaat om, dat zijn sprookjes. Dat zijn kaboutertjes. En dat, dat is een soort dromen van een wereld... die, die juist niet echt is... En deze beelden die gaan over een wereld die wel. Die, die heel erg uh, echt is. Dus, ja, fantasie is, is een moeilijk iets. Associatie is beter, denk ik. Omdat die. Ja, ik, ik moet toch, soms dan weet ik ook niet waar het vandaan komt. Dan schrijf ik een scène op dat schip of die jongen die straten maken geworden, die is ergens bezig. Ja, ik kom met dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar ik zie op een gegeven moment ook een, 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 uh, iets met zand. Wat ik, ja, ik leg een verband, en ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe dat komt, het is een associatie. Hey, ik vraag dat en... ook altijd aan de dichters. Hè? We, ja, want die, daar, die, is er, daar... die doen dat natuurlijk ook. Ja. Dat is, er is wij... een, kennelijk is er, er is een bron, een geheime bron, ja. denk ik altijd. Ja, ja het, is, het is wel een heel persoonlijke bron, dat vind ik wel prettig. En ik denk ook dat je die niet moet uh, ontkennen. Ik denk ook niet dat je materiaal ergens anders moet zoeken. Maar... Ja, als het klopt, dan als ik dit boek nu herlees, dan, dan lees ik een stukje en dan weet ik op een gegeven moment in een zin van hierna komt dit beeld. Dan komt, die, uh, komt er een aardbei uh, voorbij gelopen. En, en dan lees ik verder en dan komt er inderdaad die, die aardbei. En dan weet ik dat het klopt, want dan is, dan, is dat, dan is dat het beeld wat er moest zijn. En toen ik het schreef, was het er opeens. En als ik nu die aanloop daar naartoe weer lees, dan kan er niks anders komen dan, dan die aardbeien. En dat is heel belangrijk. En dat, en dat moet ik ook nooit in een, in een volgende versie veranderen in een, uh, een braam. Dan klopt het niet meer. En ik weet niet hoe dat kan. Geen idee. En um, jij zei zo even: het is, ook, het is ook heel persoonlijk, hè? Ja, het is ook persoonlijk. En wat is, het, wat is dan het persoonlijke? Nou, ja, gezinssituatie, dat, dat is persoonlijk hier aan. Ik heb natuurlijk geen kinderen die doof en blind zijn. Gelukkig niet. Maar ik, ik weet heel goed als vader wat het betekent om voor uh, kleine kinderen te zorgen. Om voor, voor baby's te zorgen. Om, om nachtenlang daarmee bezig uh, te zijn. Dat, dat, dat heeft met mijn gezinssituatie te maken. Heeft ook met mijn vriendin te maken. En dat is hoe wij dat samen uh, in elkaar gezet hebben. Hoe, hoe wij dat met alle karakters... Samen kunnen ja, managen, zeggen ze wel dat is tegenwoordig. Dat is een beetje een vervelend woord, maar daar komt het wel op neer. Dus, laten we zeggen, jouw persoonlijk leven is in die boeken. Ja, ja dat, zit er altijd, dat zit er altijd in. Kijk, die bokser die naar Pamplona gaat, die vlucht uh, weg voor iets wat hij gedaan heeft. En de oorsprong van dat boek is ook dat ik weg wilde vluchten voor iets wat me overkwam. En is dat allemaal veranderd? Hij is natuurlijk een bokser geworden en er zit een gewelddelict zit eraan vast. Dat is allemaal anders geworden. Maar het idee van het weggaan, dat is het grote thema van dat uh, boek. Terwijl je misschien beter soms kan blijven staan. Wat de bokser dan ook weer uh, in de ring moet doen. En deze jongen die, die gaat naar het carnaval. En, en uh, ja, dan gaat hij weer terug naar zijn gezin? Wat gaat hij doen? Uh, dat was de grote vraag van hier. Uh. Wat is de functie van het schrijven? Nou, dat ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het belangrijk dat, uh, dat, dat, dat ik met mijn me schrijven overdrachtelijk kan zijn. Dat ik, dat ik bepaalde thema's kan duiden op een, op een bijna op een overdrachtelijke manier die, die op het gevoel uh, speelt. Maar, dat vind ik het belangrijkste ervan. Maar, maar, dat... maar zeg je daarmee, het is, um, kun, het is louter kunst? Nee, het is niet zo. Ja, het is natuurlijk wel kunst omdat het een, 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 een samengestelde vorm is. Een, een, een roman is echt een vorm die. Het is natuurlijk altijd geconstrueerd. Ja, ik bedoel, ik bedoel de vraag uh, uh, eigenlijk zo. Je hebt schrijvers die schrijven uh, om zichzelf uh, te onderzoeken. Je hebt schrijvers ja. die de wereld willen veranderen. Ja, Je hebt uh, uh, schrijvers die hun omgeving willen straffen. Uh, ja. Ja, dat, dat Je hebt ook zijn... schrijvers die later kunst willen bedrijven. Ja, nou, dan had ik voor dit boek wel. Ik wilde met dit boek ook heel graag... En, uh, kijk, ik, ik schrijf wel literatuur. Ik denk ook wel dat het kunst is. Ik wil niet iemand ermee straffen, dat niet. Ik wil ook niet de wereld veranderen. En ik geloof nooit zo in dat soort dingen. Ik hou ook niet zo van politiek. Ik vind, dat moeten mensen meer daar uh, doen. Mensen die echt uh, idealen nog, uh, nog op dat gebied nog hebben. Ik geloof dat het wel op een menselijke manier heel goed kan. En die, die menselijkheid, die benut ik ook wel in dit boek. En die laat ik ook wel zien omdat het over samenleven gaat en hoe mensen contact hebben. Dat zit natuurlijk allemaal in het boek. Dus ik ben, ik ben het meer de menselijke kant ervan. En ik wil ook met, met deze roman, omdat het heel lokaal speelt. In Venlo wil ik, ja, wat ik eigenlijk wilde doen, is, is ook wel een bijdrage leveren aan de Vaste Lavend. Ik was altijd heel jaloers op de mensen die de liedjes, uh, die ieder jaar weer liedjes schrijven. En ze ook zingen. En ook op de blaaskapellen die daar staan en die de liedjes kunnen spelen. Want ik kan zelf geen instrument bespelen en, en zingen, dat, wil ik, dat durf ik niet zo goed en dat wil ik misschien de mensen ook niet, nog niet echt uh, aandoen. Al heb ik daar wel iets meer ambitie misschien in dan, dan, zou, dan zo lijkt. Maar ik wil wel een bijdrage leveren aan dat feest wat ik ieder jaar zo leuk vind. En ik dacht toen ik daar een jaar of vier geleden stond dat dat met een, met een uh, roman ook zou moeten kunnen. Er hebben mensen daar wel gezegd van, wat leuk dat je dat gaat doen. Ze zijn natuurlijk heel vriendelijk. Maar tegelijkertijd denken ze van, waar begint die gast aan? Dat gaat hem echt niet lukken. En als ik nu hoor dat, het, dat de sfeer van het feest in het boek zit. En dat die roest erin zit en dat het herkenbaar is. En vooral dat mensen zeggen van, die, 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 die lezen het, ja, nu oktober. Die mailen mij en die, die zeggen van, ik heb kippenvel. Want ik zit weer helemaal in ons feest, één avond lang. En dat, dat, dat was ook wel echt een doel van me: dat, het, dat, het, dat die beleving volledig aansluit. Het is geen belerend boek over de moraal van carnaval. Op zo dat, dat zit er nergens in. Dan zou het volledig mislukt zijn. Maar ja, dat mensen zeggen: ik zit in die sfeer, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Ja. En dat is misschien nog wel belangrijker dan een. Kijk, ik vind het fijn dat recensenten zeggen wat ze ervan vinden, op wat voor manier dan ook. Maar die voelen dat misschien wat minder dan de mensen daar, de plekken die ieder jaar het feest vieren. Dus dat oordeel is heel belangrijk. Ja. Hun oordeel is heel ja, belangrijk. Ja, zeker. En dat, dat is een oordeel van een lezer, maar ook een oordeel van de vastlavensvierder. Dat is heel belangrijk, ja.